Goedemiddag bij de highlights van week 5 van de Dutch Darts Quarantine League. Georganiseerd door Darts Actueel. We beginnen met Barry van Peer tegen Danny Oldenkalter. En dat werd toch wel een verrassing. Barry van Peer die in de top 4 staat, staat hier op 100. Dat wordt dan wel een mooie finish na een slechte eerste pijl. Triple 19, double 19 om de 3-1 te maken. Maar Danny Oldenkalter die komt terug in de wedstrijd. Sterker nog, hij komt tot 5-3. Van Peer lukt het niet om een lek te pakken na deze 96 om een, uh, de vier lek te pakken. Nu dan Danny Oldecalter via 82. Pakt hij dan het eerste lek van de wedstrijd? Ja hoor, de eerste punt van de wedstrijd hebben we natuurlijk over. 82 wordt uitgegooid. Van Peer pakt dan nog zijn eigen lek op. Maar kan niet voorkomen dat uh, Danny Oldecalter hier 7-5... Gaat maken met een 105 finish en pakt zijn eerste winstpartij van deze league. Dan Kevin Doets tegen Jimi Hendrix. De wedstrijd van het hoogste niveau van deze week en ook wel van de league. Jimi Hendrix gaat hier 111 uitgooien om de voorsprong te pakken. En zo staat een goed spelende Jimi Hendrix, uh, zet hij alle druk op Kevin Doets. 120, 220 staat over, gooit een 180 om de volle druk op te zetten. Maar uh, deze 97 finish is de belangrijkste finish misschien wel van de wedstrijd. Twee pijltjes heeft Doets nodig met de volle druk van uh, Hendrix en komt dan op 5-3 voorsprong te staan. Pakt dan zijn eigen lek om dan die 6-3 te maken. Dan uh, Jimmy Hendrix gooit deze 80 dan wel nog uit. 84. Je ziet hoe die druk van Hendrix op Doets uh, stond. Volle druk stond erop. Hendrix had dan ook uh, zeker wel een minimaal punt verdiend, terwijl hij de boel zei uh, mist. Voor uh, de lek uh, winst. Dan hier uh, 52. En die gaat erin. Voor uh, Kevin Doets. En dan hebben we het over de dubbel 10, natuurlijk. Zo pak Kevin Doets de nummer 1 van de competitie alsnog het eerste punt. En kwalificeert zich voor de playoffs. Dan Anja Conteman tegen Vincent Kamphuis. Kamphuis begint goed. Mooie finish via de boelzaai. 108 wordt uitgegooid. Maar eigenlijk moeten we toch zeggen dat Conteman deze wedstrijd de betere was. Staat ook hoger in de divisie. Terwijl hij 68 uitgooit. Het was een wedstrijd die van hoog niveau had kunnen zijn. Terwijl Conteman hier langzaam op voorsprong komt. Het was wel aan elkaar gewaagd. Gaat hij voor naar de wedstrijd naar dubbel 5. en pakt dus de twee punten op. Dan Heine Uldriks tegen Owen Roelofs. Ook dat was een wedstrijd, een spannende wedstrijd in ieder geval. 160 wordt hier uitgegooid. Hoogste finish van het toernooi. Owen Roelofs komt uh, langzaam weer terug naar die gelijkmaker. Je ziet het, Heine Uldriks die begon met 3-1, maar staat nu al 3-3. 60 wordt hij dan uitgegooid. Ja, die zit eronder. En dus is het Omer die weer een uh, 100-plus finish uh, mag uh, gaan gooien. Gaat hij dat dan ook doen? De eerste pijl zit goed, de tweede pijl ook. En dan gaan we naar dubbel 20. En die zit raak. Dus pakt Omer Roelof voor het eerst in de wedstrijd hier de voorsprong. En zo gaat het eigenlijk een beetje heen en weer. Het niveau is niet wat de mannen winnen. Oldrichs voor het eerste punt. Ja, die zit erin. 105. Zo staat het 6-5. Maar uh, Omer Roelof. Die gaat hier geen twee punten weggeven. Hij zal dat punt willen hebben. Drie pijlen voor dubbel 16. Gaat dat lukken? De eerste pijl zit er al in en dus wordt het 6-6. Almere Roelofs tegen Uldriks en zijn ze nog steeds niet zeker. Als we naar het klassement kijken, Kevin doet's wel. Hij staat in de halve finale sowieso. Roelofs en Uldriks zijn dichtbij, maar moeten volgende week nog. Aan de bak. En Barry van Peer die moet toch echt uit gaan kijken. Want Arjen Kotteman en Danny die zitten in zijn rug te hijgen. Hendricks en Kamphuis die, uh, sluiten de top 8 af. Dan volgende week. Deze week dus. We hebben op dinsdag Jimi Hendrix tegen Arjan Konteman. Beiden willen nog winnen. Hebben theoretisch gezien nog kans. Dan Owen uh, Roelofs tegen Kevin Doets. Barry van Peer, Oldrix En Vincent Kampuis tegen Danny Oldekalter op de vrijdagavond. Alle wedstrijden zijn om half negen. Dus uh, we hopen jullie snel te zien.